gaan we eens even zo lekker liggen. En dan is dit mijn spa en wellness. Nou, het ziet er fantastisch uit. Goedemorgen, dames en heren. Ik denk dat iedereen het gevoel wel eens kent van dat je zeg maar je gordijn open doet, naar buiten kijkt en denkt, wat de fuck doe ik hier in Nederland? Dus ik dacht, wat nou als je gewoon totaal op de Bonnefoy, ongepland, naar Schiphol rijdt en zegt, ik ga gewoon het goedkoopste ticket die zo snel mogelijk weggaat naar het buitenland nemen. Dat avontuur ga ik vandaag aan. Dus we gaan eerst even naar Bram rijden. Ik loop nu voor het huis van Bram. Deze jongen die weet echt niet wat er staat te gebeuren. Hallo? Hallo? Ik weet niet of je het weet, maar wij gaan vandaag op avontuur. Ja. Waar gaan we naartoe dan? Waar gaan we naartoe? Nou, dat weten we nog niet. Okay. Maar één ding is zeker, we gaan naar dit spuuglelijke Hilversum. Dus ik zou zeggen, trek een broek aan, slapen is voor apen, pluk de dag. Ja? Ik zie je zo. Ik zie je zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik weet niet, kijk, het is natuurlijk wel een beetje de truc om zo min mogelijk geld uit te geven. We gaan sowieso vliegen, we gaan ergens naartoe. We moeten gewoon laten zien wat er allemaal wel niet mogelijk is voor dit en dit bedrag. Klaar voor het avontuur? Zeker weten. Eerst nog even tickets regelen. Ja. Ja, uiteraard mag je niet filmen op Schiphol. Ik moet niet even de camera's wegdoen, maar we hebben nog wel een telefoon. Hè? Goedendag. Ja. Wij waren eigenlijk benieuwd. Wat zijn een beetje de goedkoopste tickets die we kunnen boeken vandaag? €99. Wij gaan even in beraad. Ja, bedankt. Oké, €99. Ja. Vind ik nog vrij duur. Ja, vind ik ook. Je ziet op internet zie je wel eens goedkopere dingen staan voor €20. Ja. Ik ga nu gewoon even wat boeken. Ja. Online. Ik heb hier €70. Milaan. Heen en terug. Dat is over 55 minuten. Ja. Milaan. Oké, ja. Ja, prima. Doen we dat? Ja, dat is goed. Maar zijn we nog wel op tijd met inchecken dan? Als ja, dat over weet 55 ik. Minuten gaat. Oké, okay, kom. Daar gaan we dan. Ik heb een vraagje. Ja. Geven jullie ook dingen gratis, hè? Nee? Shit. Ja. Oh, nou. Wil je twee glaasjes water? Gratis glaasje water, Niels. Ja, niet normaal. Ik kom er nog net vanaf. Om gratis in het centrum van Milaan te komen, hebben we een best wel link plannetje bedacht. We stappen op iemand af met een naambordje in zijn hand en zeggen gewoon dat wij die persoon zijn. Is het Lorenzo? Ja. Yeah. Yes. Are you? Ja, dat is hem. Is dat de Lugano? Ja. Lugano. Oké. Pizza platter. Oh, no. This is... Are you coming from Madrid? No, we coming from Amsterdam. You are the from he is Lorenzo. That's my... No problem. Sorry. This is a big mistake. Je ging even bijna goed fout, hè? Ja, we zaten bijna in Zwitserland. Ja. Voor de duidelijkheid, er stond een mannetje met een bordje Mr. Lorenzo. Ja. Jij zegt tegen hem, dat zijn wij. Hij wil ons gratis wegbrengen, maar dan wel naar Zwitserland. Ja, ik denk, ja, dan komen we echt niet meer thuis. Nee. We gaan nu gewoon even een ander plan verzinnen. Ja. Zonder geld, dus gewoon liften. Ja. Misschien kunnen we hier vragen. Hallo, we need to go to the city center. Yeah? Milan. Milan. Milan? Yes. 2 tickets. Yeah. 10 euros. We only can pay with our phone. So. Only cash. We don't have a pass. Oh. Hebben we geen cash? Nee. We talken over jullie in deze man. Ja? Nee hoor. Wat een topper ben jij. Oh, thanks, wat top. Dat is je echt een held. Volgens mij heb ik jou ooit op YouTube gezien. Ja, dat klopt wel. Dankjewel, man. Dankjewel. Wel lekker uit. Ja. Als je zelfs in Milaan wordt herkend. Ja. Toch? Ja, dit is top. Laten we wel even gewoon goed op zoek gaan naar een goedkoop restaurantje. Ja, wij willen veel voor weinig. Eerst een beetje biertjes binnen, Leiders. Ja. Lekker. Op Milaan. Het ziet er wel heerlijk uit, hoor. Dit is lekker. Pas toe, jongen. Eet smakelijk. Ja, en dat voor €9. Nou, Nelis, we hebben lekker gegeten. Ja. Laten we een lekker spa opzoeken of zo. We gaan even lekker naar een hotelletje. We gaan even lekker ontspannen. Nou, we
Volgens mij staan we in het straatje van de Four Seasons, Bram. Yes, dat klopt. Want ik moet wel even eerlijk wat bekennen. Ja? Het is allemaal heel leuk dat we net een pizza hebben gegeten, maar ik moet de nummertje 2 doen nu. En ja, waar kan je dat nou beter doen dan in dat chique urinoir van de Four Seasons? Nee? 1400 euro voor een kamerzaag. Ja. Dus als je daar niet een beetje op stand kan schijten, dan weet ik het ook niet meer. Nee, en wellicht kunnen we daar ook nog wel wat meer doen. Ze schijnen daar wel een goede spa te hebben. Laten we even zeggen dat we even gaan zitten in de lounge, ja. In de lobby. Ja. Dan ga ik even naar het toilet. Ja. En daarna kunnen we even kijken bij de spa. Maar ik moet dus op jou wachten in de lobby totdat jij klaar bent met kakken. Dat heb je helemaal correct. Ja. Nou, let's go. Oké. Okay. Hallo. Good morning. Can I assist, sir? Ja. Yeah. No, it's out. Oké, let's keep it off. Ja, yeah, we keep it off. Of course. Krijg wel een... Ruim voldoende, toch? Ja, die jetlag begint langzaam in te kicken en na zo'n nummertje 2 verdienen we best wel een spa. Hallo, just wandering around. Sure. Yeah, if you wish, I can show you with pleasure. Oh, yeah, yeah, great. That would be lovely. So, this is our spa, actually. Yeah. Downstairs we have gym with all... My friend is here in 10 minutes from the coffee. Mm-hmm. Then can go to the friends. Is yeah, I'm sleeping with him at 402. Yeah, 402? Let me check. Card over here. Oh, it's on my jacket upstairs. Let me check. Om de boel te redden loop ik door het hotel heen om achter een naam van een hotelgast en een kamernummer te komen. Maar dan kom ik erachter dat kamer 402 niet eens bestaat. Gewoon een naam nodig van een hotelgast, zeg maar. Die naam heb met de bijbehorende kamernummer. Ja, dan kunnen we gewoon die spa in. Presidential suite. Ja, volgens mij hebben ze hier helemaal geen 400. Dus dat is wel weer kut. Te hoog ingeschat. Ik had gewoon 204 moeten zeggen. Het is mij helaas niet gelukt om achter een naam te komen. Bram gaat het ook nog een keer proberen door middel van een slimme truc. I want to surprise a friend of mine who is sleeping here, okay. With a flash of bubbles. Yeah. Yes, he's on room 204. We cannot deliver any kind of service from outside. Oh, okay. That's not possible. Okay. For security reasons, we have policies. I can come here and say one of five, there is one of my friends, then yeah. No problem. I understand. No problem. Nee, niet gelukt. Als je nou merkt dat je niet zomaar een spa meer gratis binnenkomt, dan moet je gewoon gebruik maken van de fonteinen die je gratis tot je beschikking hebt. En wat kun jij nu doen? Ik ga hier even lekker mijn eigen spa en wellness van maken, ja. Ja, gelijk, heb je nieuws. Ja, toch? Gaan we eens even zo lekker liggen en dan is dit mijn spa en wellness. Dan moet je niet even bij liggen. Nou, ik ben wel goed. Ik ben wel ontspannen van de dag hier weg. Ik denk dat het wel tijd is voor een lekker bakje koffie. Ja, daar heb ik ook wel zin in. Oké, dan gaan we dat doen. Hello, are you from here? Yes, from here. Oh, do you only know where can we buy the best coffee in town? Marchese. We gonna do that. Thank you very much. Als je in Italië bent, moet er natuurlijk wel echte Italiaanse koffie gedronken worden. Wat een ding! Weet je waar je dit dus niet hebt? Nou? In Nederland! Dat klopt, ja. Dit moet je wel gezien hebben natuurlijk. Hier hebben wij geen raad voor. Wat dan? Ja, dit kost geld. Let me try. Let me try. Ja, okay. Dus wat ga je precies doen? We gaan naar binnen. Ja? Dan zeg ik dat we net naar buiten zijn gelopen. En dat ik mijn sleutels binnen ben verloren. Dus of ik eventjes mag zoeken naar mijn sleutels. Ja, eens. Nou. We gaan naar binnen. Ja, ik denk dat ik los mijn keys doe. No, purtroppo no. No? Can I have a quick look, like a minute? Ah, va bene. Vuole fare un giro, vuole vedere. 1 minute and then I'm back, yeah? Thank you. Het is gewoon gelukt, jongens. Ik ben binnen. Dit ziet er toch prachtig uit. Daarvoor zijn we hier vandaag. Moet je wel kijken wat een mooi oud plafond. Moet je dat glas en lood ook zien. En deze prachtige beelden.
geweldig. Ja, het was prachtig. Alles wat ik ervan had voorgesteld en nog beter. Je had erbij moeten zijn eigenlijk. Je hebt er eigenlijk geen woorden voor. Nee, dat is mooi gezegd. Bram, zie jij wat ik zie? Drank. Ja, niet zomaar drank. Zullen we een limoncellotje doen? Zo. Nou jongen, cheers. Cheers jongen. Zo. 2 seconds later. Applaus. Heel ziek applaus. Ik val gelijk een beetje dood hier. Niemand klapt. Niemand. En nu? Ja, want kijk, onze vlucht die gaat om 7:30. Ja. Het is nu 4:15. Dus met een half uurtje moeten we het pleiten. Gaan we nog even kijken of we iets kunnen eten of niet. Lekker. Ja. Ja, toch? Dit ziet er toch wel even lekker uit, hoor, Nelis. Een pinootje om mee af te sluiten. Dat dacht ik. Proost, jongen. Op een hele mooie dag. Ja, dit geloof je bijna niet. Nee. Want dit lijkt echt bijna nep. Ja. Maar we hebben dit nog even van het huis gekregen. Ongelooflijk. Ja. Komt denk ik ook omdat we de enige gasten zijn van vandaag. Dat zou het ook wel kunnen zijn. Maar ja, die komt wel lekker uit. Ja, dat is chill. We hebben haast. Ja. Nou, we hebben een dingetje besteld. Is dit hem? Dat is hem. Ja, dat is wel. Hallo? 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 Daar gaat het. Hallo? To the airport. Die Luca, hè? Luca? Ja, dat is met iedereen. Ik snap hem niet. Nee? Nee. Ik ben links. Nee. Hey, zullen we via Beethoven of via Mozart, denk je? Oké, okay, thank you very much. Thank you very much. Grazie mille. Bye bye. Yeah. Je ligt er lekker bij, Nelis. Zo. Je bent aan het genieten van die terugreis. Tering, daar heb ik een kop bij. Kut man. Ja. Bram. Niels. Zijn we weer terug in ons vertrouwde oude landje, hè? Het koude landje. Sorry. Have you got paper? Sorry? Paper? Paper. Paper. Oh, no. Of we big flu hebben. No, nee. We don't have. Sorry. Ja, dan vraagt even iemand of we big flu hebben. Ja. Zo zien we er blijkbaar uit. Kennelijk wel. hoe vond je het? Ik vond het superleuk. Wel iets te kort. Ja? Ja. Ja, ik miste net eventjes dat afzakketje in de kroeg. En dan daarna zo je hotel in. Ja. En dan de volgende dag terug. Ik heb wel absoluut genoten. Ik denk ook dat we ook best goedkoop uit zijn voor 100 euro de man. Ja. Als je uitrekent dat je dus vliegtickets hebt gekocht, dat je pizza hebt gegeten, noem het allemaal maar op. Ja. Dus ja, eigenlijk wel geslaagd. Nou, like die op. Dankjewel voor het kijken en tot volgende week. Yo yo. Later. Hoi.